Van directeur in een bejaardentehuis naar professionele filmmaker. Hoe wist hij opdrachtgevers binnen te halen? U hoort zo zijn pitch. BNR Nieuwsradio. Verstand van zaken. ZZP-café. ZZP-café, het podium voor ZZP'ers. Ik ben Diana Matroos. Met een filmpje op je site haal je volgens Raymond Barton meer klanten en investeerders binnen. En daarom zette hij pitchfilmpje.nl op. We gaan meteen maar eens even luisteren of hij ons weet te overtuigen met dit idee. Want Ramon, je krijgt ook zelf een minuut om je verhaal te pitchen. En die minuut gaat nu in. Ik ben Ramon Barten. Ik ben een van de filmmakers van pitchfilmpje.nl. Wij maken pitchfilmpjes voor ondernemers die op zoek zijn naar meer klanten, meer websitebezoekers of investeerders. Het is namelijk gebleken dat een filmpje op je website zorgt voor een hogere ranking bij Google. YouTube is inmiddels de nummer 2 zoekmachine in de wereld. Dus zo'n filmpje, zo'n pitchfilmpje is echt het ideale digitale visitekaartje voor op je website of op de social media. Een pitchfilmpje. Met een goed pitchfilmpje kan je ongeveer 1,5 minuut mensen op een hele leuke en ook persoonlijk vooral manier enthousiast maken voor je bedrijf, je product of je idee. En wij helpen ondernemers daarbij van A tot Z. Dus het bedenken van het concept, schrijven van de pitchtekst en het filmen natuurlijk. Het filmpje wat je krijgt, dat is direct uploadbaar op je website of de social media, bijvoorbeeld je LinkedIn profielpagina. Nou, voor ons is het redelijk makkelijk en snel te maken. Dus we kunnen het heel goedkoop aanbieden, vanaf €275 al. Dus als je nu luistert en je denkt, dit is voor mij, kijk op pitchfilmpje.nl. Keurig binnen de tijd. En heel relaxed uitgelegd. Dit heb je vaker gedaan volgens mij, Ramon. Nee, ik heb gewoon de hele dag geoefend gisteren. Kijk. Dat is belangrijk, belangrijk bij pitchen is oefenen. En niet zomaar denk ik, ik vertel wel even wat. Ja. Want dat werkt dan niet. Naar mijn hoofdgast, VVD-Kamerlid Anne Mulder. Wat vond je van deze pitch? Ja, heel goed. Eigenlijk de kern is dat hij vertelt aan de luisteraar, wat zit erin voor die luisteraar. Hè? Dus hij springt in op wat de klant wil horen. Jeroen, dus dat is goed. Jeroen Zakkers, mijn co-host en initiatiefnemer van ZZP Barometer. Wat vond je van deze pitch? Ja, ik ben het met Anne eens heel duidelijk. De call to action aan het einde ook. Ja. Naar je website toe verwijzen natuurlijk. Ja. Dus nu zullen de bezoekersaantallen natuurlijk pieken. Super. En ik ben wel even benieuwd, want je bent zelf totaal niet zenuwachtig voor je pitch. Maar help je daar ZZP'ers ook nog mee? Wat heb je daar voor oplossing voor? Nou ja, kijk, het voordeel. Ja, bij ons, wij zitten gewoon in de opnamestudio. En mensen kunnen van een autocue lezen. Het is allemaal heel goed voorbereid. Hè. We zijn bij wijze van spreken 2 weken aan het heen en weer schrijven tot de juiste tekst. Mensen nemen het gewoon 4 keer op. Dat is natuurlijk het voordeel van zo'n filmpje. Gewoon het is gewoon een optimaal moment. En we kunnen net zo lang opnemen tot het goed is. Dan monteren we het. Ja, en dan staat het dus ook perfect op je site. Ik heb ook even op jullie site natuurlijk gekeken. En daar staan ook een aantal voorbeelden op. En het ziet er heel verzorgd uit. Heel duidelijk uitgelegd hoe het allemaal werkt. Ik mis wel een beetje de spanning, ook in jouw pitch net, aan het begin. Van wat is nou het meest verrassende waarvan je echt tegen ons zegt van, wow, je moet echt met ons zaken doen. Nou ja, kijk, met ons zaken doen is dat we gewoon heel enthousiast zijn. En echt geloven in dit concept. We zijn gewoon een goed filmbedrijf. We staan al 3 jaar. Dit is gewoon iets nieuws. Het past helemaal in de tijd van personal branding. En we zijn ook goedkoop. En dat is toch wel belangrijk. Hè? Ik heb dit ook ontwikkeld vanuit de ZZP'ers die ik spreek. Van iedereen is zich ervan bewust dat je iets moet met film tegenwoordig. Hè? De cijfers blijkt dat ook. Maar ja, wie heeft er geld? Dus we hebben gewoon bedacht lean, mean, snel en goedkoop. Neem ons eens mee in de kosten. Wat is het goedkoopste? Wat is het €275. Dan heb je zeg maar een soort standaard pitch. Hè, met je logo erbij en je naam. En kan ook op locatie. En tot aan mijn pitchfilmpje die erop staat. Hè, dat ik echt in een 3D-omgeving loop. En met allerlei toeters en bellen en animaties. En dan zit je rond €825. Ja, ik werk voor de televisie en ik weet dat het gewoon enorm duur is om camera's neer te zetten, een studio, dan heb je ook nog even autocue. Hoe ga je hier in hemelsnaam aan verdienen? Nou ja, we hebben heel veel geïnvesteerd met z'n tweeën, mijn broer en ik, de afgelopen jaren. Dus we hebben gewoon alle spullen, we hoeven ook niks te huren. Hè, dit is al deel afgeschreven en alles. En dit is vooral productie draaien. Dat is natuurlijk wat we willen doen, veel filmpjes. Jeroen, jij wilde wat inbrengen op dit punt? Jazeker, ik ben benieuwd. Ja, een filmpje is natuurlijk heel leuk als ZZP'er. Maar wat mij dan opvalt aan heel veel ZZP'ers die ik zie, is dat ze hun website nog niet eens goed op orde hebben. Dat het vrij onprofessioneel vaak is. Ja. Moeten ze daar niet eerst in investeren?
Nou ja, kijk, ik kijk niet meer zo snel naar websites. Als ik mensen ontmoet, ja, ik had vorige week al gezegd, ik kijk vooral op Facebook. Kijk wie iemand is, hoe iemand doet, weet je, wat, en met zo'n filmpje ook. Je krijgt gewoon een gevoel bij iemand. En zeker ZZP'ers, die doen volgens mij zaken vanuit gunnen en klikt het met iemand. En daar is zo'n filmpje heel goed bij. Je maakt het meteen heel persoonlijk, hè? Ik heb toevallig net zelf mijn eigen website is live gegaan. En ik heb allemaal filmpjes gemaakt om mezelf ook voor te stellen. En hoe ik in het zaken doen sta. Ik zag ook bij Anne Mulder. .nl nog geen filmpje. Nee. Zaken doen? Ja. Als politicus licht ik een tipje van de sluier op. Wij moeten natuurlijk ook dit doen. Hè? In de VVD hebben we altijd de training Stem op mij. Moet je in 1 minuut vertellen waarom Anne Mulder een goed Tweede Kamerlid is. Dat moet ik dan zelf vertellen. Dus voor mij is het... Ik luister met belangstelling, hoor. Ik geef een kaartje. Binnen. Ja, kijk. Nou, ik ben nu met de VU in gesprek bijvoorbeeld om alle artsen daar te laten pitchen. Ja, daar zag ik ook een voorbeeld van. Ja, dat is gewoon een voorbeeld even. Maar dat is heel belangrijk. Patiënten willen dan zien, wie is die arts? Goed. Ik wens je veel succes met je business. Dank Raymond Barton. Van pitchfilmpje.nl. Terugluisteren? Ook dit programma staat nu voor je klaar in de BNR-app.